Ik heb altijd gedacht dat als je... Dat een huwelijk, weet je wel. Als je dat wil volhouden, dat je daarvoor moet vechten. En dat je voor je relatie moet staan. En dat heb je ook meegemaakt. Moeite voor moet doen. En nou ja, dat was wat ik tot dan toe van relaties toch wel had meegekregen. En het was eigenlijk nooit in mijn hoofd opgekomen om te denken van... Ja, maar wacht even. Volgens mij moet het gewoon helemaal vanzelf gaan. Juist, ja. En dat gaat het nu. En dat gaat het. Wat mooi. Ja, dus daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Goeiedag. Goedemorgen. Goedemorgen, hoe is het? Ja, goed. Goed je te zien. Ben je lang onderweg al? Nou, dat is een beetje zesde. Je bent mijn zesde rit vandaag, hè? Een beetje een zesde ritje vandaag. Ja, het is ongelooflijk. Ik ben al twee keer naar Schiphol gereden. Ja. Waar gaan we naartoe, Martijn? Naar Wise Monkeys. We gaan vandaag voor de eerste keer Kopen Zonder Kijken inspreken. Weer sinds lange tijd voor seizoen 6. Wat goed. Ja. Dus je hebt daar zin in? Ik heb er heel veel zin in, ja. Het zesde seizoen, gaat er iets veranderen? We zijn nu eigenlijk seizoen 6 aan het afmaken. Mm-hmm. En seizoen 7 maken we ook al. Echt waar? En dat is voor het voorjaar van 2024. En daar gaan we wel, ik weet niet, last, maar... Dat wordt heel anders omdat de markt gewoon totaal aan het veranderen is. Ja. De rente is gewoon heel erg aan het stijgen. Ja. De hypotheekrente is aan het stijgen. Ja. Dus je kan, je hebt hogere maandlasten. Ja. Dan ga je ook minder lenen. Ja. Er is een enorme inflatie. De huizenprijzen zijn ook wel iets aan het zakken. Ja. En, inmiddels. En er wordt ook niet meer zo krankzinnig overboden. Nee. Dus wat heel goed zou kunnen, is dat dat bekende telefoontje van onze Bob. Van er moet geld bij, dat er eigenlijk een telefoontje komt van de deelnemers van nou Bob, er moet geld af. Of laat de verbouwing helemaal maar zitten. Kijk, we weten gewoon nog niet zo goed wat er gaat gebeuren. En wat is voor jou de uitdaging? Ik vind het heel leuk als, als die mensen heel erg gelukkig zijn aan het einde. En dat is je doel? Dat is natuurlijk het doel van het team. Ja. En mijn verantwoordelijkheden zijn niet zo heel erg groot hoor. Nee, natuurlijk niet. Ik doe niet zoveel. Nee, mijn team werkt gewoon ontzettend hard. Ja. We hebben bij Wise Monkeys hebben we een team die, die hebben soms wel 50 bezichtigingen per week. Helemaal. Voor mensen. Ja, dat is echt een dagtaak. Maar ik vind het mooiste als mensen aan het einde gewoon heel erg gelukkig zijn. En dat is heel fijn. Ja. Daar neem ik natuurlijk ook uitgebreid van die mensen de complimenten voor in ontvang. Daar werk ik er gewoon niet zo heel veel aan doe. Dus dat vind ik leuk en ik ben dan heel trots op mijn team. Ik vind dat je het heel goed doet, ook qua humor en qua dat je ook die mensen wat meer meeneemt qua vertrouwen. Want ik kan me wel voorstellen dat die mensen denken, holy shit, wat heb ik gedaan? En straks lukt het niet. Dat was in het eerste seizoen natuurlijk wel zo. Ja, nu weten ze, we krijgen... Dat waren gewoon thrillseekers. Dat zou jij toch ook nooit doen, Martijn? Nee. Dan moet de nood heel hoog zijn bij jou. Al moet ik zeggen, ik ga nu de allereerste verbouwing van mijn leven doen. Begin volgend jaar. Oh. Ja, met Bob en Roos. Oh, echt waar? Ja. Die zijn van de partij? Ja. En we hebben eigenlijk niet goed afgesproken wat er nou gaat gebeuren. Dus ik heb het helemaal uit handen gegeven. En moet je voorstellen, ik doe al nu 22, 23 jaar huizenprogramma's. Ja. En ik heb nog nooit iets verbouwd. Wat hilarisch. Je hebt het eigenlijk altijd hetzelfde gelaten. Ja. Dus dat wordt voor jou ook wel stress. Verbouwing is verschrikkelijk. Oh, en dan krijg je dat telefoontje van Bob. Er moet meer geld bij. Nou, daar wat hebben ga je dan zeggen? Daar hebben we een goede afspraak over. Oh, jawel, oké. Okay. Hoop ik. Oh, maar en Roos, Martijn, die helemaal los gaat in jouw... Nee. Met roze behangetjes. Nee. Ja, 50 tinten roos. 50 tinten roos. Nee. Nou, Roos het dat heel goed doet, is die gaat gewoon... Die zoekt iets bij iemands karakter. Ja. Ja. En die weet heus wel dat ik en zeker ook mijn vrouw Deborah, dat we heel dat we anders zijn. Ik wil niet zeggen dat het allemaal wit en zwart wordt. Maar lief... zij is echt niet dat. Roos doet niet gewoon alleen maar wat zij wil. Nee, wat zij mooi precies. Vindt. Dat zou ook niet werken natuurlijk. Ze probeert echt iets moois te maken. Ja. Heb jij nog wensen qua presentatie? Op de een of andere manier komt er altijd iets voorbij. Dus ik heb gewoon heel veel geluk. Ja. Waar iets in zit waarvan ik denk van, daar kan ik iets mee of zo. Ja. Bijvoorbeeld dat ballonnenprogramma dat opeens voorbij kwam. Ja. Ja, daar was ik voor benaderd. Ik zei meteen nee.
Hoe zou dat nou komen? Ja, dat moet je iemand anders laten doen, want dat zie ik helemaal niet zitten. Nee. Eigenlijk is het heel leuk om zoiets te presenteren. Ja. Omdat het gewoon over mensen gaat die bezig zijn om iemand blij te maken. Ja. En er komt nog een serie. Echt waar? Ja. Dus zeker. Je gaat nog een seizoen maken ja. met Chantal? Nee, Chantal die heeft het te druk. Ja. Die gaat geloof ik ook weer iets in het theater doen. Ja. Dus die doet het niet. Ik ben ook bezig nu met een ander heel groot programma waar ik nog niet zo heel veel over kan zeggen. Okay. Een soort avonturenprogramma. Is dat in het buitenland? Ja. Want ik zag laatst een foto op jouw Insta dat jouw hele, of jouw hele gezin niet, maar Deborah met je zoon stond ja, op te wachten op Schiphol. Dat je voor reis in het buitenland klopt. Was. Ja. Wat leuk. Scherp. Aaron, scherp. Ik heb het gevoel dat jouw geluk ook in je privé wel weer helemaal terug is. Of in ieder geval dat je je goed voelt. Ik ben heel erg happy ja. met hoe het nu gaat. Zeker. Ja. Heb je, want dat las ik ergens, maar ik weet niet of dat zo is, door Deborah ook weer het gezin terug, het gevoel? Nou, zij heeft daar wel een rol in gespeeld. Ja. Zeker, want mijn kinderen zijn verhuisd. Die zouden eerst in Amsterdam blijven. Toen zijn ze verhuisd na de scheiding. Ja. Best wel ver ook. Of niet dat je zegt van, ik ga even langs op de fiets. Nee. Dus die gingen naar Eindhoven in de buurt. Zo. En die hebben daar best wel een tijd gezeten. Ja. En de jongste twee die hadden op een gegeven moment iets van, ja, we vinden die eigenlijk toch niet zo heel erg leuk. Nee. En we gaan weer terug naar Amsterdam. Ja. En dat was in de periode dat ik net met Deborah was. Ja. Dus dat heeft er wel, kijk, als ze haar niet aardig hadden gevonden, dan was dat natuurlijk nooit gebeurd. Kijk, zij is de enige thuis die vooralsnog een school heeft afgemaakt. en zij kan de kinderen ook echt helpen, ja, weet ja, je wel. Ja. Met al die schooldingen, ze is heel consequent, ze is heel gedisciplineerd. Soms dan zit Achilles, mijn jongste zoon, die zit aan zijn wiskunde. Ja. Ja, papa, kan je mij even helpen? Zit dan in? Dan kijk ik naar haar. denk jij wat in de abacadabra? Alsof je bij de NASA werkt. Dat je denkt, ik snap je gewoon. Ik snap je geen ene jota van. Helemaal niets van. Ik heb altijd gedacht dat als je. Dat een huwelijk, weet je wel. Als je dat wil volhouden, dat je daarvoor moet vechten. En dat je voor je relatie moet staan. Nou, dat heb je ook meegemaakt. Moeite voor moet doen. En nou ja, dat was wat ik tot dan toe van relaties toch wel had meegekregen. En dat was eigenlijk nooit. In mijn hoofd opgekomen om te denken van, ja, maar wacht even. Volgens mij moet het gewoon helemaal vanzelf gaan. Juist, ja. En dat gaat het nu. En dat gaat het. Wat mooi. Ja, dus daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Er is dus, ondanks al die verhuizingen en de scheidingen en ga zo maar door. Ja. Er is niemand blijven zitten. Wat goed. Geen jaar. Ik zal even afkloppen. Nog niet één keer. Als dat gebeurt, dan denk je natuurlijk van, oh jeentje, ja, dat komt door de scheiding. En dan voel je jezelf heel erg verantwoordelijk. Ja. En terecht ook, denk ik. Dat is Jamai. Hey, Jamai! Hey. Hallo, lieverd. Jamai! Nou ja. Hoe is het? Hoe is het nou? Kom eens even binnen, want dan kunnen we je zien. Oh, nou, wat gezellig. Kijk, dat is het. Nou, dat is hem. Wil je ook een rit? Waarheen? Ja, ik ben een taxichauffeur. Ja, ik ben on tour. Ik moet op dag van alles doen. Oh, wat goed. Maar vind ik wel een keer leuk. We houden de boel op. Oh, we houden de boel op. Doei! Maar goed, mijn oudste dochter die studeert nu in Maastricht. Ja, echt? Rechten, dus daar ben ik heel erg trots op. Rechten. En het gaat goed met iedereen. Ja. En ik heb leuk werk. Het is toch fantastisch? Martijn, ik heb altijd in de auto iets in het dashboardkastje. Wil jij dat eens openmaken? Gevaar voor eigen leven. Kijk eens even. Oh, dat is grappig. We hebben een rondje dilemma's. Oh ja, ik heb nee, niet gelijk lezen. Oh, nee. Oh, je bent weer. Dat doe je bij The Voice, deed je dat ook niet, toch? Ik heb nog wie de winnaar is. Moet ik er even snel lees doorheen? Want we zijn er voor. Bijna, hè? Ja, lees er even je voor. Je eigen huis totaal gestript en weer ingedeeld door Bob. Of je hele inrichting opnieuw door Roos. Oh, dat vind ik wel heel gemeen om dat te zeggen. Je moet kiezen. Nou, dan zeg ik je eigen huis totaal gestript en weer ingedeeld. Omdat onze indeling heel erg verkeerd is. Oh. Ik heb een hele slechte en een hele kleine keuken. Wat prima is, want ik kan er alles maken. Maar ik woon er nu best wel lang al. Ja. En alles valt gewoon uit elkaar. Nee, nou ja. En jij houdt van koken. Nou ja, en ik vind het leuk dat mijn vrouw, die nu natuurlijk al een paar jaar bij mij woont. Ja. Dat die ook iets in het huis kan doen. Ja. En daar iets over te zeggen heeft. Ja, kan leren. Het is hier wel weer Amsterdams, Martijn. Ja, moet je nou kijken? Je hebt nog ruimte, hoor. Oh, aan wat erg. Je hebt heel veel ruimte aan de rechterkant. Ja, ja, ja. Och. Even kijken. Stalen deuren of een visgraatvloer? Visgraatvloer.
Nou, dan ben je snel uit. Ja. Weg met die stalen deuren. Nou ja, die kunnen ook van hout. Dan is het veel, dan vind ik het vind veel ik mooier. Ook mooi, ja. Dan is het veel mooier. Ja. Of een andere kleur, het hoeft niet altijd zwart. Nee. Even avondje romantisch op date met Deborah of huisoplevering date met Deborah. Huisoplevering draaien, kopen zonder kijkers. Daar kies je natuurlijk voor een date. Stofzuigen of de was doen. Stofzuigen. Nee, ja, ik ja, ook. Ja, maar goed, ik wil ook best de was doen. Ja. Maar dat is me eigenlijk verboden thuis. Oh. Ja. Waarom? Dat je alles bij elkaar door Deborah. Flinkt. Nee, juist niet. Oh. Nee, en waardoor ik er heel lang over doe. Dus als ik ga wassen, dan doe ik echt iedere kleur. Daar doe ik een aparte was voor. Oh ja, ja, ja. Ja. En natuurlijk wit apart, dat is logisch. En Deborah, die gooit gewoon alles bij elkaar. Niet. Die is van, ja, kom op, we hebben heel veel was. En dan schiet een beetje op. Heerlijk. Hier, als je hier even op ja. laden en lossen gaat staan. Ja, hier kunnen dan we Dan kunnen parkeren. We hier nog even een paar dilemmaatjes doen. Ja, dit is leuk. Want, ze worden, want we zijn er bijna. We zijn er bijna. En ik ben echt al laat. Ja, daarom. Dus, en ik neem ook aan dat jij gaat mij niet terugbrengen als ik klaar ben. Nee, dat kan nee, precies. Ik kan wel niet. Daar heb je een collega. Nagedacht. Nee, normaal ik ook gesproken echt niet. Was ik met de fiets gekomen. Maar oh, nu, erg. Ja, precies. Nee, ik kan een collega bellen. Nee, dat hoeft niet. Ik heb mijn OV-kaart bij me. Dus ik ga gewoon, Martijn moet gewoon met OV terug. Dat is heerlijk. Oké, okay. Doe er nog één. Even kijken hoor. Fusie met SBS. Oh. Of RTL. Zonder Talpa. Zie je die fusie gebeuren? Dat weet ik niet. Nee. Maar de gedachte erachter is natuurlijk heel erg goed. Ja. En, oh ja? Ja. Wat ze willen doen is natuurlijk gewoon een blok met Nederlandse content ja. tegenover die buitenlandse partijen. Ik denk, die gedachte is goed. Oké. Okay. De Voice of Holland of kopen zonder kijken. Dat is interessant. Ja. Nou, dan zeg ik toch kopen zonder kijken. Ja. Omdat daar nog zoveel in zit en omdat ik ook wel meer het gevoel heb dat daar iets van mezelf in zit of zo. Ja. Kijk, The Voice was zo'n grote machine en daar had iedereen belangrijke taken in. En dan ging het natuurlijk vooral om de talenten. Ja. Die zijn het kapitaal van zo'n soort programma. Absoluut. En dat heb ik 13 jaar gedaan. Jezus, ja, dat is lang. Voice. Dus ik zeg kopen zonder kijken. En nog even over The Voice, daar kan je nu niet zoveel over zeggen, maar je hoopt wel... Nou ja, god. Dat ooit zit, weer... Iedereen zit te wachten totdat daar een soort conclusie aan verbonden wordt. Iedereen wil natuurlijk weten van wat is er waar. Ja. En, wat is, en, dat, en ik ook. Ja, dus daar wacht je eigenlijk gewoon op. Ja. 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 Nou, goed. Ik heb er al eerder over gezegd dat ik heb daar nooit iets van meegekregen. En wil je dat het terugkomt? De Voice? Nou, of is het te moeilijk, denk je, om dat nog nieuw leven in te blazen? Ik denk dat dat wel een beetje moeilijk wordt, ja. De laatste, jongens. Voor altijd een Bourgondier of een sixpack trainen. Nou, ja, nou Martijn. Ik ben halverwege de 50. Toch wel. Dus dan zeg ik voor altijd een Bourgondier, natuurlijk. Ja, maar ik heb een keer jou in een sixpack gezien in New York. Ja. Maar toen gingen mensen twijfelen of het ook echt was. Jij je hoofd erop geshopt had. Ja, precies. Nou, dat zou Deborah leuk gevonden hebben. Ja, maar dat is niet zo. Ik heb altijd ook best wel heel erg zwaar getraind. Ja. Maar ook hele lange periodes niet. Toch niet. Als je met het genieten van alles om je heen, als je daar oud mee kan worden, zo oud mogelijk, dan is dat toch fantastisch. Ja, daar teken jij voor. Ja, tuurlijk teken ik daarvoor. Ik kan ook dat je hele leven alleen maar voor een soort schoonheidsideaal dat je sixpack aan het trainen bent. En je bent zoals ik halverwege de 50 en je stapt onverhoeds onder lijn 2. Weet je wel? Met een sixpack. Met een sixpack. Dan heb je wel een sixpack. Ja. Nou, dat vinden de artsen leuk, maar daar heb je daar aan. Dan zijn wij de genoten. Ik heb het door, Martijn. En je bent op een goede plek, zeggen ze dan nu. Nou ja, sterker nog. Ja, dit is je... Ik moet eruit. Bedankt voor je kostbare tijd. Nou ja, zo kostbaar is het allemaal ook weer niet, hoor. Martijn, dank je wel. Graag gedaan.